Welkom bij een nieuwe 10 en dit keer 10 interessante feiten over Tsjernobyl. Op nummer 10. Tijdens het smelten van de reactor doken 3 vrijwilligers in een bad met radioactieve vloeistof om een pijpleiding te openen. Ze overleefden het niet, maar voorkwamen wel een explosie die 10 keer groter zou zijn dan Hiroshima. Nummer 9. Het radiatieniveau was zo hoog dat de doden in lode doodskisten werden gelegd. De mensen die het moesten opruimen konden slechts 40 seconden veilig werken, zelfs in stralingspakken. Op nummer 8. Direct na de explosie gaven de geigertellers in de controlekamer een veilige waarde van 3,6 aan. Om de een of andere reden waren ze slechts ontworpen om tot 3,6 te gaan. Het daadwerkelijke niveau lag rond de 15,000. Op nummer 7. Het bunkerproject is een gebouw van 2 miljard dollar met een gewicht van 29.000 metrische ton. En dit is ontworpen om de reactor te bedekken. Het moet radioactieve lekken voorkomen en zal groter zijn dan het vrijheidsbeeld. Nummer 6. Het dorpje Pripyat was niet ingelicht over de ramp tot 2 dagen na de eerste explosie. De rest van de wereld wist pas van de ramp nadat de stralingsdetector in Zweden een ongewoon hoge meting deed. Nummer 5. De straling was zo heftig dat de oogkleur van een brandweerman van bruin naar blauw veranderde. En mensen werd aangeraden om wodka te drinken in de hoop dat dit schildklierkanker zou voorkomen. Door met nummer 4. De 489 vierkante kilometer zone om de reactor heen is nu een toevluchtsoord voor wild. Wolven, vossen en andere zeldzame diersoorten leven hier veilig voor jagers. Nummer 3. Er is een bepaalde schimmel gevonden die zich voedt op radiatie. Het is gevonden op muren van de reactor waar het bestraalde deeltjes afbreekt en omzet in energie. En dan op nummer 2. Voor slechts $250 kun je een tripje boeken naar de afgesloten zone. Hoewel dit veilig is, beweert de directeur van de centrale dat het gebied de aankomende 20.000 jaar onbewoonbaar zou moeten blijven. En dan op nummer 1. Door middel van artilleriegranaten, gevuld met zilveriodine, creëerde het leger regenbuien. De regen zorgde ervoor dat de radioactieve deeltjes in de lucht gevangen werden en voorkwam zo dat ze zouden neerdalen in de omringende steden. Ben jij nou benieuwd wat de 10 zwaarste nucleaire rampen zijn? Klik dan op deze video of kijk even in de video-omschrijving, want daar staat het linkje. Kijk voor meer heftige weetjes op mijn kanaal en dan zie ik jou de volgende keer. Hey, tot ziens!